Op 15 augustus van dit jaar mishandelt een 21 jarige Louter zijn vriendinnen en pakt haar telefoon op. De persoon die de telefoon voortnamet, is het inlogt op die telefoon, het heeft vervolgens naaktfoto's aangetroffen en is daarmee de boer op gang en het die publiceert uiteindelijk op Instagram. Dat is ook cybercrime. Dat is zeker X-cybercrime. Dat is dus mij een valse code of een valse code. Ja, Het is eigenlijk een code die, 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 die zelf niet zelf tabillet inlogt op het telefoon van een oor en vervolgens gebruik broekmaatje van die gegevens op die telefoon. De actie van de Lealterwad in de Joogbank een digitale mishandeling neemt. Hij kreeg ervoor 240 hoeren werkstraf, waarvan de helte onder betinkst. Bij helpverleningsinstantie 4 maait ze sox vaker mee. Sexting is het uitwisselen van seksueel getinte uh, berichten. En uh, als je dat binnen, een, 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 ja, binnen je relatie doet, binnen een veilige omgeving, hoeft dat niet uh, schadelijk te zijn. En dan is dat heel passend binnen, binnen de seksuele ontwikkeling van bijvoorbeeld jongeren. Pas op het moment dat je door gaat sturen en dat het verspreid wordt, dan heeft het een grote impact en komende kunnen de klachten naar boven komen. In Nederland wordt 15% van de jongeren slachtoffer van sexting. En dat levert grote persoonlijke problemen op. Het kunnen klachten zijn dat iemand bijvoorbeeld niet meer naar school wil, uh, heel moedeloos wordt, uh, teruggetrokken wordt, uh, emotieproblemen uh, krijgt, dus heel boos wordt of juist heel erg verdrietig wordt. Uh, het kan zijn uh, ja, dat iemand niet meer kan slapen. Tot en met dat iemand op een gegeven moment echt het gevoel heeft van nou, dit leven hoeft van mij niet meer. Om sexting, maar oren vormen van cybercrime, die kost hacken en oplichting via internet om te pakken, maar de mensen een wolle gedaan. Maar dat gebeurt er meer. Dat is een stukje, uh, uh, nou, het net realiseren, dat is de maatschappijhersmaai van cybercriminaliteit. En ik denk ik een stukje van, nou, uh, uh, misschien doet het ministerie me er niks mee, of is het lastig te bewijzen. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk aan u som, om te beschermen wat we de wat we de kennen.